Hello B-Redders, welkom bij een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved. Vandaag ben ik alleen met de Joostman, die is lekker op vakantie geweest naar de IJslanden. Ik ga vandaag voorbereiden voor iets super vets. Iets wat al een tijdje op de agenda staat en iets wat wij volgende week dus waarschijnlijk gaan uitvoeren. Dat is het plan een beetje. Ik ga zorgen dat wij volgende week beide Titans kunnen killen. En niet alleen dat. Misschien ga ik wel veel meer doen. Iets waarvan sommige jochen met chipsvingers helemaal wild van worden. Namelijk, we gaan donsnipen door muren. En grapje, jezus, doe kalm. Oh, ik heb zoveel gemene reacties gehad, jongens. En het enige wat ik deed... was een wapen gebruiken wat de developers bewust in de game hebben. En daarmee een hele mooie headshot maken. En ik krijg alleen maar vuur. Nou, grapje, er zitten ook een paar B-Rudders tussen die wel gewoon snappen wat we aan het doen zijn. Ik bedoel... Sommigen beschilderen ons als de bad guys. Voor de anderen zijn we gewoon even de rivalen van de anderen. Wat de serie lekker leuk maakt, als je snapt wat ik bedoel. En ja, negeer de snow als even oké. Dat is verlaterd. Maar ja, wat we dus... Joost en ik zijn natuurlijk geen slechte mensen. Wij zijn super lief. Maar we vinden het gewoon leuk om even wat actie en sensatie te hebben in Ark. Want zeg nou eerlijk. Willen jullie dat we elke week weer gaan zeggen van... Hello guys, vandaag gaan we weer iets stemmen... En een basis bouwen. Nee! We willen spanning en sensatie. We willen oorlog. We willen gevangenschap. We willen verwoesting. Oh ja, en Don die heeft trouwens 2500 elements van ons. Dus twee keer doodgaan in ruil voor 2500 elements. Klinkt als een hele goede deal. Lijkt mij in ieder geval. Ik zou ook al twee keer dood willen gaan voor wat element. Prima. Kijk, dat is wat ik probeer te zeggen, weet je. Neef, ja, snap je? Oké. Nou, ik heb eigenlijk stiekem een vermoeden dat de Titan bugged is. Als die gebugged is, ga ik hem niet gebruiken in deze aflevering. Laten we het even kijken. Ja, oké. Dus let op. Als ik hier naartoe TP, zit ik midden in de lucht. Oh, dat is zo verschrikkelijk. Oké, wij zijn de Titan Riders. Maar op dit moment zou ik heel graag de Desert Titan gewoon weg willen mieteren. En een andere Titan daarvoor willen nemen, oké? Want deze basis... Ja, trouwens, elke Titan heeft dat probleem waarschijnlijk. Maar die basis-issues zijn zo nauw. Deze game is echt verschrikkelijk slecht. Ik heb zeker veel schik gehad met de game. Maar, oh, en vooral Extinction, jongen. En mijn haren vallen gewoon uit. Hier, hoppa, weer een plukje. Hoppa, weer een plukje. Nee, grapje. Een half grapje. Ik denk dat iedereen die Ark speelt het er wel mee eens is dat deze game gewoon verlaten is door de developers. En nogal behoefte heeft aan wat fixes, weet je wel. Een fix hier en daar, dat zou fijn zijn. Dus ja, de Desert Titan is nu dus zijn zadel kwijt. Dat kan ik maar op één manier fixen, maar dan moet ik de server weer twee keer herstarten en daar heb ik geen zin in. Dus dat gaan we mooi lekker niet doen. We gaan ons wel even focussen op de Snow Owls. Ik logde in en deze waren allemaal wild rond aan het lopen. Dan zijn er een paar van de mooie levels. Ik zie hier 247, 249, 245, 245, 48. Ja, een paar hele mooie leveltjes. Maar het ding is dus, de hatchery staat helemaal vol. Oké, nu zit er al wat nieuw in. Maar wat ik dus heb moeten doen, is alle dingen van de hatchery even in de... God, stop nou, uilen, stop nou. In de koelschrank moeten doen. Dus deze zit ook wel lekker vol. Top. Wat ik ook nog wilde doen voordat we verder gaan, is ik wilde dus even... Eigenlijk wilde ik een Titan killen vandaag. Daar komt het een beetje op neer. Gewoon even een Titan killen. Maar... Ik weet niet of dat zo effectief gaat worden. Nou, even vlees pakken. Pakken we wat vlees. Ja, maar ik wil ze killen in deze aflevering. Maar we moeten sowieso even... Ik denk eigenlijk alleen de artifacts weer verzamelen. Voor de rest hebben we als het goed is alle troep wel. Dus dat moet ook gebeuren. Als ik echt op tijd klaar ben, kan ik zeggen van... joh, ik probeer het gewoon, want we hebben als het goed is heel veel gigas. Alhoewel, het is misschien ook wel handig dat we die even uitbroeien. Allemaal, zodat we een legertje hebben. Zodat we easy titans kunnen killen. Want wij willen, Joost en ik willen, de titans killen origineel. Puur voordat we de alpha... zodat we bij de alpha titan kunnen komen, zeg maar. Dat is één van de dingen. Hiervoor zijn eieren zitten. Hier maar vier eieren in? Dude, dat is weinig, man. Oh mijn god. Zijn ze gedespawned of zijn ze overleden? Wat is hier gaande? Yo, Giga starve to death. Yo, Giga starve to death. Joost. Heb je wel vlees hier, man? Hij heeft hier een feeding zo. Hij heeft geen vlees! Nee! Rule number one of Fight Club. Gooi tering voor vlees in de bakken. Kak. Nou ja, beetje jammer dit. Heel erg een beetje jammer. Oh well, het is niet anders. Nou, rex-eieren, jullie mogen hier even uitkomen. Want jullie gaan hier ook even genieten. Uiteindelijk zou het tof zijn. Lijkt mij in ieder geval een heel leuk plan. Om deze rexen te gebruiken op Harm. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Waarschijnlijk vinden velen het wel grappig van... Ja, gebruik Harms en rexen op Harm. Maar de anderen die zullen waarschijnlijk zoiets hebben van... Oh no, Rudy-san, please. Laat Harm-san met rust, please. Maar zoals ik zei, we doen het om lekker spicy te doen. In de serie, oké? Gegarandeerd, zij gaan ons nog terugpakken. Ik bedoel, Link is flink in de tag. Don heeft 2500 element. Ze kunnen ons ook makkelijk aanvallen. Don weet dus dat ze onze basis is, joh. Dus daar wordt allemaal nog wat. Daar wordt allemaal zeker nog wat. Alright, Behavior Disable Wandering. En jij, Behavior Disable Wandering. Hebben we jou nog? Jij moet ook even lekker gebehaviored worden. Oh, ik heb er eentje nog niet geclaimd, joh. Stop it! Oh, zit er een mutatie bij? Alright, jij ook lekker... Behavior, disable wandering. Welke wanderer nog wel en welke wanderer niet meer?
Wat is dat trouwens? Oh, dat is een turret. Oh, dat is een sneaky turret. Oké, even kijken. Wandel jij nog? Disable wandering. Yo, we hebben er ook een met een wit buikje, zie je dat? Volgens mij is dat wel een mutatie. Weet je wat? Ik doe gewoon even... Oh, deze heeft ook een wit buikje. Let me check. Do you have the mutations? Random mutations 0. Oh. Oké, dan is dat gewoon een wilde eigenschap. Dat zou kunnen hoor. Allright, nou, jullie wandelen dus nog allemaal. Nee. Dit is ook heel fijn als je gewoon vast zit tussen alle baby's. Allright. Wie... Kijk, hier kan ik zelfs geen eens lopen. Ik denk dat jij nog wandert. Even disable wandering. Ja, heb jij wel een mutatie trouwens? Dat wil ik ook wel even checken. Jij hebt 2 random mutations. Maar is dat in de stads of in je kleuren? Het zou ook beide kunnen zijn. Ja, stads durf ik zo niet te zeggen. Ik heb geen idee hoe de ouders ervoor staan namelijk. Maar dat maakt niet zoveel uit. We doen het gewoon even hiermee. Hey, welke van jullie knakkers? Was jij het? Ah, jij was het, hè? Ja, kijk, je kan gewoon niet doorheen. Dit slaat nergens op. Ze hebben deze game... Deze game had zoveel potentie, maar... Ze hebben nu gewoon... Oké, qua Atlas, ze hebben sowieso oud-werknemers van Wildcard bij Grapefruit neergezet. Dus dat is de nieuwe studio van Atlas. En ze doen alsof dat een ander bedrijf is. Maar volgens mij hebben ze dat gewoon zelf opgezet. Zodat het niet direct aan Wildcard werd gelinkt. Beetje jammer, maar ik denk dat het eigenlijk zo is gegaan dat ze gewoon mensen hebben toegewezen aan dat andere project wat dus Atlas is. Beetje jammer. Ik zag dat Atlas zelfs ook gewoon al dino's had toegevoegd. Of dino's, nieuwe creatures al. Ik wist dat dat ging gebeuren. Want zo wilden ze waarschijnlijk hun strategie omhoog houden om meer content uit te nodigen. Maar guess what? De launch is gefaald. Ik vond het wel een grappige game hoor, maar het had wel veel issues. Maar dat is nu dus een ding. Oké, maar ja, mijn gigaplan is nu dus een beetje de deur uit. Dat is wel jammer. We hebben de T-Rexen, die kunnen hier lekker opgroeien nu. We hebben hier maar 2 giga's. We moeten wel even meer hebben. Dan hoop ik eigenlijk wel dat we een... We hebben een female en een female. Dat is balen, dude. Oké. Nou ja, dan laten we deze ook nog eens even uitkomen. Hopen dat er een high-level male tussen zit. Als we dat hebben, dan is dat dikke prima. En... Ja, dit worden denk ik al prima leveltjes. Dus we moeten sowieso 1 mail hier hebben en dan kunnen we weer doorproduceren. En dan wil ik eigenlijk meteen even vlees halen in de tussentijd. Maar we moeten natuurlijk eerst even wachten totdat deze makker is uitgekomen. Trouwens, ik kan wel vlees halen in de main base. TP ik even snel op en neer. Hello vlees, be red dash. Oh, wacht. Zit hierin. I got the meat. The spicy meatballs. Hoppa, gewoon een giganest. Galgamash. Ik bedoel giganest. En dan doen we even gewoon alles hierin. Prima. Alright. Hello gigasan. Hoe lang nog? 58 seconden. Oké. Kunnen we meeleven? Kunnen we meeleven? Yes. Heel even dan, niet te lang. Heel even meeleven. Het is wel een mooie wereld, hoor. Het is wel een mooie wereld. Alleen, waren de fouten er maar niet. Was alles maar gewoon mooi, oké? Was alles maar mooi. Ik zit trouwens stiekem. Kijk, aan de ene kant, ik doe al heel lang Ark, dus ik heb wel eens zoiets van... Ja, het is wel even mooi geweest. Zou wel even een pauze ermee willen of mee stoppen voor een tijdje. Dat is hetzelfde als een pauze. Dat is meneer Ripple dit zo. Dat ziet er wel dope uit. Ik heb nog nooit gezien. Maar aan de andere kant had ik ook wel een beetje zin in een modded serie. Maar ik heb geen idee of de mod community van Ark nog actief is. Want eerst kwamen er heel veel uit, zoals Anunnaki, Extinction, Eternal, al dat soort mods. Maar ja, I don't know, man. I don't know. Misschien voor je naam. Misschien voor na Extinction. Dat zou kunnen. Dat we dan nog even dat doen. Misschien wel modded Extinction. Dat zou kunnen. Kijk, hier kan... Waarom kan ik hier niet lopen, man? Je bent een baby. Ja, baby. You baby boy. Oké, disable wandering. Behavior disable wandering. Welk level ben jij? Jij bent 236 female. Dan zet ik jou meteen op enable mating. Jij bent 237 male. Dan zet ik jou ook even op enable mating. Zijn er hogere levels? Volgens mij niet. Oké, wat ben jij dan weer? 237 male. Disable wandering. En de laatste, een 236. Een 236 male. Nou ja, disable wandering. Alright, top. Dope. Cool, dan ga ik ook even alle rexen... Moet ik eigenlijk even allemaal tussenuit zien te vissen. Nou ja, rexes, kom even met me mee, me brothers. I need you over here, please. Please, get over here to that place. Ik zie niet wat er gebeurt. Oké, ik ga jullie allemaal in dit hoekje neerzetten. Dan kunnen de gigas lekker op zichzelf blijven. Zo, ja, dankjewel. Jullie staan daar al prima. Ik kan allemaal niks zien door al die groene lettertjes, be brothers. Moet ik die giga meenemen? Nou ja, maar niet uit als dat gebeurt. Maar hij hoort er gewoon niet bij, oké? We moeten hem buiten sluiten. Zit ik weer vast? Ik zit weer vast. Oh mijn god, ik voel mijn haar gewoon grijs worden, jongens. Het wordt gewoon grijs. Lekker bezig, T-Rexen. Dan hebben we nog 1 en 2 T-Rexes. En dan is alles geregeld. Hutsa, neef. Kom maar. Ik vind het helemaal mooi. Oké, top. En door een beetje diner te doen. Rex. Heel veel mail-rexes. Heel cool. Ai, dope. Dus, hier is het geregeld. We zijn nu verklaard giganest. Ik wilde dus eigenlijk een giga meenemen om wat te rampagen. Dan zou ik dus eigenlijk gewoon een baby mee kunnen nemen. Dit is wel high level op zich. Wat zijn je stats dan ook? 34 kp. Dus heb je dingen... Ja, dit is allemaal niet mega behulpzaam ofzo. Oké, weet je wat? Ik neem jou gewoon mee op mijn schouder. Dan mag jij denken... Oh, je zit natuurlijk vast. Oh, dat is zo ongemakkelijk. Oké. Dit is niet de argste schuld, jongens. Dit zijn
De mods. Het is de 291. Wow! Je staat er niet op Wandering, of wel? Oh, je staat wel op Wandering. Wat? Nou ja, oké. Okay, pick-up. Yes, there we go. Alright. Dan gaan we nu wel lekker naar de base. En dan neem ik je denk ik een snow al mee. Het ding is dus, ik wil even alles inrichten. Op het idee dat we makkelijk de bossen kunnen verslaan in één keer. Zodat we niet te veel gedoe hebben tussendoor. Dus jij bent een uil. Jij kan ik wel meenemen. Maar jullie zitten natuurlijk allemaal gehitcht. Dat is wel een probleem. Nee, ik pak wel gewoon zo'n uil van hier beneden. Dat boeit ook helemaal niks eigenlijk. Want deze zijn toch helemaal... Ik heb geen idee meer wat er allemaal aan de hand is in de basis. Oké, alles gaat mis. Dus er is gewoon chaos. Maar laat ik me even een nieuw zadeltje maken. Da chaos, man. Ja, ook zag ik zoveel comments met... Pff. Oh, Rudy, je bent nog geen eens level 100 en jullie hebben heavy turrets. Pff. Pff. Bakka. Bakka. Die dingen. Die had ik al van lang. Van de vorige wereld waar we vanaf kwamen. Die heb ik daar gekregen uit een orbital supply drop. Check your facts, mate. Check yourself before you wreck yourself. Wat denk jij? Dat ik niet weet dat je level 100 moet zijn voor heavy turrets. Ik speel al 200 jaar Ark. Dat is de leef. Ja, ik weet het. Ik neem de laagste level mee. Het moet wel expandable zijn. Ik speel al eeuwen Ark. Wow. Wat denk jij? Oké, dit is wel dope. Dan wil ik kijken naar de bushalte. En de L meenemen. Ik heb echt gewoon geen idee meer wat er gebeurt in dit spel. Gewoon helemaal niks. Wat? Oké, als ik heel eerlijk ben, ik wilde deze week skippen met... Wat doet die? Ik wilde deze week skippen met uploaden. En volgende week dan gewoon die Titans doen. Maar ik dacht, nee, het is handig als we nu gewoon voor... Wat is... What the fridge, man? Het is handig als we nu gewoon voorbereiden. En daarom ben ik hier. Yes. Hij is weer los. That's cool, man. Oké, kunnen wij veilig tp'en? Ik denk als ik gewoon hier opsta... Ik hoop wel in ieder geval dat de bushokje in de snow oké is. Niet dat Harm die dadelijk heeft gesloopt of zo. Dat ze allemaal aan het samenspannen zijn. Allright, teleport naar de snow biome. Yes. Hopen dat mijn uil mee is. Ja hoor, die is gewoon mee. Kijk. Uil naar mijn hart. Dat is een uil naar mijn hart. Stop met lopen, alsjeblieft, voordat je jezelf... Stop! Stop, pauperbeek. Stop! Ja, ik vertrouw hem niet. Dat hij eigenlijk van een berg afkukelt. Stop! Stop nou. Nee, doe nou niet. Doe nou niet. En dit is waarom ik dit stinkspel haat. Jezus, man. Nou, gooi die gamma even omhoog. Het is zo overbodig. Al die kleine dingen, jongens. Al die kleine dingen. Al die dingen. Come on, man. De game is er gewoon letterlijk niks op vooruit gegaan. Oké, we hebben de snow al. Die kunnen we hier in principe ook gewoon laten staan straks, hoor. Nou, als jij nu wel even blijft staan. Yo, ik heb deze bug ook gehad met de Desert Titan. Dat was vervelend, joh. Want die kan zichzelf gewoon... Als je nou uitlogt en hij vliegt door... kan hij gewoon door die paaltjes heen vliegen en dan gaat hij dood. Daar zit je gewoon niet op te wachten. Oké, we hebben de Giga. Voor de zekerheid mee. Dan moeten we even kijken waar de arena is van de Ice Titan. Dat is het belangrijkste. Daar beginnen we denk ik mee. Dan moeten we daar eigenlijk... Volgens mij was het wel bij de blauwe pillar in de buurt. Een beetje in het midden. Oh, hier was Harms en Beza al meteen. Hello, Arm. Zo, die gaat er problemen mee hebben als hier gevechten. Alhoewel, nee. Die heeft denk ik geen last van ons gevecht dan. Oké, wat is dit? Oh, volgens mij had ik dat een keer eerder gezien. Was dit niet van Link of zo? Ja, van wie anders? Kokolov, ja, natuurlijk. Hij heeft alles. Die man wordt nog een legit gevaarte. Oh ja, volgens mij is hier de arena. Ja, dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Oké. Dus dit is de arena voor de Ice Titan. Hier wordt hij gesummend als het goed is. Ik weet niet meer precies waar de cave is eigenlijk. Maar dat is wel handig om te weten. Ja, dat zoek ik zo wel even. Want dan pak ik meteen de artifact mee. Al kan ik eventueel ook de artifacts halen in de andere wereld. Moet ik even terug warpen. Maar ik haal ze wel gewoon uit de caves. Als ik dan gewoon even een goed plekje heb voor een teleportpaal waar ik dino's mee kan transporten. Ik denk dat dit... Ja, dit is wel een goed plekje, denk ik. Het is wel een beetje gevaarlijk. Klein beetje, maar op zich weet je... Het kan er mee door. Het kan er gewoon mee door. Zetten we die Giga even daar neer. Snow al laat ik dan ook even hier. Dan ga ik even kijken. Hold up. Kijken wat ze doen trouwens. Oh. Ik zet jou even op behavior. Jij moet op neutral. Oké, vooruit. We clearen ze wel even samen. Nou, niet van de cliff aflopen alsjeblieft. Mooi, blijf staan. Oké, het ding is nu dus. Ik wil hier een teleportpaal neerzetten, zodat we wanneer de fight begint meteen de dingen naar onder kunnen kruien. Zodat we gewoon kunnen wisselen van follow mij en dan vallen ze als het goed is allemaal naar beneden. Dat is een beetje wat ik wil doen, dat is mijn plan. Dus ik ga hier met rechtermuisknop even zo'n balletje neerleggen. Dan tp ik even naar de base. En dan vanuit de base ga... Ah, het is hier zo druk, jongen. Het is zo druk, stomme uilen. En dan ga ik hier even een teleporter maken. Yes, die wordt gemaakt. Dan heb ik meteen even wat foundations nodig. Sterf! Oh mijn god, ik zit ook gewoon vast! Stinkuil, ga aan de kant. Oké, dit is het enige spel waar ik agressief van word, jongens. Ik kan er niks aan doen. Normale foundation... Nou, ik kan beter attack. En dan wil ik eigenlijk geen walls eromheen bouwen. Want ik hoop stiekem dat ze ons gewoon met rust laten. Dit is wel echt een hoek waar niemand komt. Dus zolang jullie niet snitchen, komt daar ook daadwerkelijk niemand als het goed is. Tenzij iemand een snowhal zoekt. Dat kan altijd. Maar ja, daar gaan we maar even niet vanuit. Ik ga er ook niet te veel in stoppen. Ik ga er ook vooral element shards in stoppen.
Dus we nemen die mee, we nemen die mee. Nou, op zich, ik kan wel misschien 4 walls in de ceiling maken. Dat is op zich geen probleem. Doe hem, even kijken, S plus. 1, 2, 3, 4. En dan de ceiling. Alright, dan heb ik nu alles. Dan gaan we weer even lekker daar naar de lekkere snow. Oh, and the weather outside is frightful. Blablabababababababooby. Alright, dope. Dan gaan we nu even lekker snel bouwen. Be ready this. This is what I'm going to do. Da do do. Oké, okay, dan moeten we wel even, ruim de plaats hebben natuurlijk. Dan zetten we dat spaltje even lekker daar neer. Volgens mij kan ik die ook gewoon op de grond zetten. Maar we hebben sowieso een generator nodig. Dat is het probleem even hier. Allright, en dan pompen we die gen natuurlijk lekker daar neer. Hut, neef. En dan gaan we er lekker omheen bouwen. We activeren de power. En we bouwen hem lekker in. Zo. Kijk, ja joh. Kijk, dit is ook eens een kwaaltje van het spel. Hij stond al lang. Nee. Hoe kan die hem plaatsen op een foundation? Doe even normaal, gek. Oh, this game. Oh. Als ik vandaag meer energie zou hebben, dan zou het allemaal prima zijn, hoor. Don't get me wrong, maar Dan zetten we deze op de large range. Ja, dit is wel prima. Dan kunnen we hier dus heel veel dino's in één keer naartoe tp'en. En dat kunnen we eventueel gewoon gebruiken voor de rexen. Alleen de rexen kunnen ook vanuit het andere hokje, denk ik, wel doen. Vast wel harm gaan aanvallen een keer, weet je wel. Nou, allemaal, dit is wel te doen. Laten we dit gewoon hier staan. Ja, ik moet wel echt even die ceiling hebben. And we have the ceiling. Oké, dus we go back. Ja. Mijn beacon staat er ook nog gewoon, dus dat is ook wel prima. Oké, the ceiling. Laten we die hier nu even plaatsen. Ja, en de één keer. Yes, we did it. First try. Oké, en dan zet ik deze even naar Ice Titan Fight. Nope. Oké, die is mooi gerenamed. Wat ik nu dus eigenlijk wilde doen. Ja, ik kan hier wel wat verdediging inzetten, maar dat is niet heel erg nodig. Kan ik altijd aan het eind van de aflevering ook doen. Ja, nou wil ik dus even die caves zoeken van de Ice Titan. Want ik raak die dingen altijd kwijt, joh. Het is zo'n doolhof hier. En dan gewoon even de artefact halen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Oké, ik heb het mapje naast me. Het is, let me check, helemaal links in de snow biome. En als het goed is, zou het dus hier ergens moeten zijn. Ik ben er al heel lang niet meer geweest. Een klein stukje rechtdoor zegt de map nog. Het zou echt op de scheiding moeten zijn van de snow en de normale biome. En dan moet er een cave. En ik zou echt niet meer weten hoe die eruit ziet. Ik ben er één keer geweest, maar ik ben het helemaal kwijtje. Of was het net buiten de koepel? Dat zou ook nog kunnen. Ik zou hem echt gewoon niet meer weten. Absoluut niet. Misschien was dat wel hier buiten. Misschien was het niet hier buiten. Was het hierin of zo? Kun je hierin? Legit geen idee, ouwe. Helemaal niks. Nou ja, ik zoek even verder en dan zie ik jullie zo. En met verder zoeken bedoel ik, het is er gewoon naast. I found it. Yes, zeer cool. Kon je hier vliegen trouwens in caves? Dan moest ik even mijn tech-tier er doorheen. We gaan het zien. De tech-tier. Oh no. Wow, grizzly. Oh, Prolovia. Vlieg, mijn neef. Giga, val aan. Zo, dat zijn wel hele vette beesten. Maar nee, dank je. Geen zin in. Ik zag ze niet, want ze waren wit. Alright, snow al. Terug. Oké, ik dacht, ik kan hier wel een teleport beacon plaatsen. Maar wat ik ook kan doen is gewoon even de snow al meenemen op mijn schouder. Dus pick up. Oké, die giga die kan hier in principe gewoon levelen. Weet je, hij doet maar gewoon zijn ding. Alright, we gaan door de cave heen. Let's go to the artifact of the void, dacht ik. Ja, waarschijnlijk wel. The void. Be right there. We go grab the void. Ik ben benieuwd hoe onze rivalen het doen. Zo vet zijn als zij ook een titan hebben waar we tegen konden vechten. We zitten daarom. Dat is ook een beetje de reden waarom we alleen een beetje aan het spelen zijn bij een basis. Tenminste van, hello, wordt even wat beter zodat we kunnen vechten. Dat is een beetje het idee. We zijn nu de overpowered mannen. Ik had natuurlijk sowieso, ik weet niet, ik was gewoon lekker bezig in de andere wereld. Maar als we ze echt hadden willen wipen, hadden we dat al lang kunnen doen. Maar dat doen we niet, want dat is niet leuk. We zitten ze gewoon uit te dagen totdat hun volle potentie wordt gerealiseerd. En ze terug gaan vechten. Dan wordt het spannend. So they got that. They gotta tame a titan. Nou, trouwens, ze hoeven denk ik ook geen titan te tamen. Maar ze moeten gewoon even samenwerken. Mooi plannetje neerzetten. En even terugbijten. Dat is hoe het gaat. Okay, nou, waar is de artifact? Volgens mij nog wel een heel stuk verder. Nou. We zijn er eindelijk. Da, artifact. Oh, maar die forest cave is nog lastiger verstopt, vind ik altijd. Dat het daar één groot doolhof is. Oh, dit is niet de artifact. Dit is de summitpaal. Nein. Oh, waar was de artifact dan ook weer eens? Nou, hier gaan we ook zien wat we nodig hadden. Volgens mij was een Spinosaurus sail. Kunnen we Link lastigvallen? Even als een Spinos doden. Even kijken, Spinos sail, Teresino Claws. Ja, Corrupted Hearts. No problem. No problem. Oh, hey, die heb ik hier nog niet. Maar die zou ik wel wat te hebben. Oh, ik heb geskipt. Oké. Okay. Ah, vet hoor. Kijk, dat is een man. Dat is wow, gevoelig. En dat is een vrouw. Oeh, dat titty. I like that titty. Wat? Dus, de artifact. Die ligt dan denk ik daar. Deze caves zijn ook echt gigantisch. Dus zo'n mini artifact zie je nauwelijks. Ah, daar is hij. Dit lijkt zo'n random plaatsing. Zo van, waarom zou je hier dan
in een massive cave gewoon even een artefactje neerpompen. Maar, daar gaat het niet om. We hebben hem, hè. Ik had alsnog beter gewoon even zo'n teleport point neer kunnen zetten. Ah, man. Gaan we nog omhoog? Stijg op! Oh, de hele gast is zijn ritme kwijt, joh. Stijg op, joh. Ja, dankjewel. Ik ging bijna dood. Hij wilde niet meer opstijgen, wat ik mijn best deed. Ik wil ook nog mijn armor even verven. Na een mooie kleurtje. En ik wil meer hebben dan 10 fps, thank you. Bedankt. Dat ga ik vragen voor Sinterklaas trouwens. Meer dan 10 fps. Hey, Giga, ik zit lekker bezig, jongen. Zie je even lekker die damage doen, joh. 1000. Oeh. Dikke juich. Oh, waar, je komt uit de steen. Oh, this game is so broken, man. Komen gewoon uit stenen gerend, die dingen. Hier. Railgun door je bakjes. Zo, even moeite, hoor. Huts. Ja, heb je ze allemaal dood? Nog een aan, joh. Hoi. Die beer is ook dood. Oké, is het nu veilig of blijven die dingen komen? Want damn, die stuff is intens. Waarom zie ik overal... Is dit een nieuwe bug? Dit zien jullie ook, toch? Alles gaat... Ik zie dingen door de muren heen. Ik heb geen helm op, by the way, dus dat is er niet. I found a wall hack. Dit is sowieso een bug met de railgun of zo. Dat moet dat wel. Yep, dit is weer een bug. Top! Zal ik hem anders doorgeven en melden aan Wildcard? Oh nee, die fixen ze toch niet. Hup. Haha, oké, jongens. Ik ga nu gewoon even lekker knippen. Pak de... ik ga even dingen maken, de teleport... Oh... Was dat echt een bug of is het gewoon... Gewoon kut. Ik ga maar naar een nieuwe teleportpaal, bla 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 bla. Forest Titan Artifact. Oké, tot overmorgen 1000. Geen idee meer wat ik zeg op dit moment. Trouwens, voordat ik echt verder ga met mijn knipje... Deze game heeft wel veel charme. Ik bedoel... Kijk hoe mooi het eigenlijk is zo als je er doorheen vliegt. Alleen de frame drops en de hoeveelheid dino's zonder toegevoegde waarde en gekke clunky... problemen. Dat is gewoon wat het lastig maakte. Als het gewoon nog lekker simpel was af en toe, als we gaan lekker een hutje bouwen. Prima. Zonder al die tech, zonder al die metal. Gewoon lekker een beetje primitive. Het bestaat, dat weet ik. Maar dat zou soms gewoon veel fijner zijn. Maar aan de andere kant, omdat ik al zo lang Ark speel, echt gewoon 2000 uur of zo. I don't even know. Zou ik denk ik niet zonder wat gemaks dingen kunnen van de tech tier. Omdat de game het gewoon niet goed ondersteunt. Maar ik wil het gewoon even zeggen. De game kan heel mooi zijn, maar het is gewoon een beetje jammer. Hello, we gaan dus nu even lekker op en neer tp'en, boys. Lekker artefactje en mijn armor is gepaint, zoals jullie zien. Nou gaan we bouwen, yeah. Het is alleen wel levensgevaarlijk om hier uit te komen. Kijk, ik brand wel de goede kant op, volgens mij wel. Alleen dit is een vrij lage cave af en toe en dat kan je flink in de kont bijten. Wacht eens even, ik ben hier zojuist naartoe getellen. Huh? Oh, dat is vreemd, man. Ik kon hier naartoe tp'en, maar de generator is nog leeg. Nou ja, ja, weet je wat? Hier heb je een klein beetje shards. Dat is vreemd. Oké, nu moeten we dus alleen nog even zoeken waar de arena is van de Force Titan. Dat is wel handig om te weten, natuurlijk. Ik heb je coördinaten naast me die zeggen 11.8 en dan 39 long. Dus 11.8 lat, dat is... Oh, dat is hier al eigenlijk. Maar 39 long, dus helemaal deze kant op vliegen. Hé, hey, moet ik lekker langs onze basis op? Wat gezellig. Zal ik hem anders lekker door zijn kop heen snijden? Nee, oké, sorry, ik hou het voor me. Ik weet het, gevoelig onderwerp. I'm sorry. Maar gelukkig zijn er wel beroeders in mijn comments die mij verdedigen. En iets meer snugger zijn dan de mensen die er een beetje verkeerd op ingaan. Thanks, B-Redders. Very cool. Wat zei ik nou? 11.8 en dan 39, dat zijn we bijna. Ik heb alleen geen idee hoe de arena eruit ziet, eerlijk gezegd. Die van de Ice Titan was overduidelijk, maar of deze ook zo'n duidelijke arena heeft? I do not know. Ja, maar volgens mij kom ik nou gewoon in de cave terecht van de... Wat? Nee, dit wil ik niet. Goh, gaat hij het zo doen? Ik hoef de artifact niet nog een keer te hebben. Stop even. Dit is niet de arena die ik bedoel. Oké, iemand anders zegt neer de vallen Blue Obelisk. Mag Blue? Ik mis de glider. Ik mis de flyer movement speed. Het was zo prettig toen dat in de game zat. Behalve voor PvP, dat snap ik. Maar dit is gewoon naar. Zeur, zeur, zeur. Dit lijkt wel een beetje op een arena, maar ook weer niet. Het is wel heel licht hier. Ah, wat? Oh, wacht. Waar is onze... Onze Desert Titan moet hier ergens zijn. Oh, de makker. De makker. Hello. Oké. Ik denk dat dit het is. I'd be red dust. This is that place. Toch wel. Mooi. Ik zat in één keer goed. Dat bespaart me veel tijd. Wat is dan een hele mooie plek om een dino's vandaan te laten komen, onder andere? Ik denk eigenlijk dit plateautje, maar ik wil niet dat ze daar afrennen. Ik zou het hier ook gewoon in de midden neer kunnen pompen, denk ik. Wat als ik het gewoon daar doe? Naast... Dat moet wel een beetje verstopt zijn natuurlijk, aangezien we wel met Element gaan spelen, joh. Ik zou het eventueel gewoon hier kunnen doen, denk ik. Ja, laten we het hier doen. Dan maak ik hier gewoon een low-key verstopplekje. Cool, doen we dat. Yes. Heb ik nou mijn walls en zo niet meegenomen? Kijk! Oké, nu kunnen we wel weer. Oh, en hij kent de Desert Titan weer. Dat is ook heel fijn.
Misschien omdat ik de Desert Titan zelf heb gevonden nu. Dat ik hem tegen ben gekomen. Alright, laten we bouwen. Can't place foundation hier. Oké, dat is wel interessant. Omdat het een arena is. Oh, dat is interessant en heel vervelend. Dit zou voor veel mensen natuurlijk de ideale plek zijn voor een basis. Maar oké, ik begrijp wel dat dat niet kan, ja. Dat is heel erg logisch. Kan het hier dan? Hier ook niet. Oké. Dan komen we automatisch een beetje op deze kant uit. Maar dit is het ook niet. Nou, nu zijn we uit het licht. Dus ik denk dat we hier weer kunnen bouwen. Nog steeds niet, dude. Dit had ik niet verwacht. Is het diep water of valt dat mee? Oh, valt mee. Oh ja, andere kant van het water dan. Daar moet je wel kunnen. Ja hoor. Ja, nou, ik vind het niet erg. Ze kunnen allemaal lopen, toch? En zolang we met z'n tweeën zijn, kan één iemand in ieder geval even dat titantje bezighouden. En de andere even de dino's halen. So I do not mind. At all. Zo. Nou, ook niet zeggen tegen wie dan ook dat hier een extra gen staat met extra, je weet wel, element. En tada. Tada. En het is gefixt. Oh, wacht. Nee. Nog niet helemaal. Jij moet nog even op large. Nou, eigenlijk hoeft deze niet zozeer op large. We moeten een andere op large hebben. Maar deze gaat op large, oké? En dan moeten we dus even kijken, gewoon het meer oversteken. En dan vindt de battle zich hier plaats. Gewoon hier in dit veld. Oké. Dope. Daar kunnen we wel. Dus ik denk dat we nu klaar zijn voor de strijd. In ieder geval, dat lijkt er wel op. En eventueel hebben we hier ook nog de Desert Titans. Die kan ons ook helpen tegen de Forest Titan. Natuurlijk is het wel een ding dat we ook kunnen gaan voor de notes op zijn lijf en kunnen tamen. Maar ik twijfel wat dat betreft. Ik bedoel, ten eerste dan hebben we meteen al twee Titans. Ik weet niet of dat heel eerlijk is, zeg maar. We lopen nu al zover voor, dus nee. Snap je? Nee. Maar aan de andere kant, we zijn wel de overpowered gasten. Dus waarom niet, toch? Al zij maar moeten het hebben. Maar ja, ik wil hem sowieso killen voor de King Titan. Dat is eigenlijk ook wel even belangrijker nu. Op dit moment. En als we gaan voor damage, in plaats van gefocust op de nodules, dan wordt het tame ook slechter als we hem uiteindelijk wel willen tamen. Dus ik denk dat we gewoon gaan voor de kill. Nou, als er nu ook nog een knop was waardoor Snow als gewoon voor altijd hun kop houden, dan zou dat ook fijn zijn geweest. Maar, thanks voor het kijken naar deze aflevering. Ik weet het. Ik was een klein beetje negatief over Ark. Maar ik zweer, dat is niet mijn schuld. Het is Ark, al die tijd al. Maka, wauw, verrassing. In ieder geval, volgende week gaan we wel even epische dingen doen. Daar heb ik ook iets meer zin in. We gaan gewoon vechten. De klusjes eromheen. Ja, weet je, ze moeten gebeuren. Net als het farmen en alles. Het moet allemaal gebeuren. Maar ik heb er gewoon minder zin in. Is ook wel logisch natuurlijk. Het zijn gewoon de minder leuke klusjes. Die blijf je altijd houden. Maar volgende week gaan we als het goed is de titans neerhalen. Of we gaan andere spectaculaire dingen doen. En eventueel nog even kijken bij de buren. We zullen zien. Yo, thanks voor het kijken naar deze aflevering. Vond je het tof? Doe dan dat duimpje omhoog. Vond je het niet tof? Doe dan dat duimpje omhoog. Hey, later.